De afgelopen week hebben de examenkandidaten van de middelbare school hun uitslag gehad. Goed nieuws voor het team van de weekrand, want onze eigen Zoe is geslaagd van het Vrije Atheneum. Yes. Jammer genoeg kon de graduation niet op de manier zoals ze had gedacht, maar ze hebben het op een creatieve manier gedaan, namelijk een drive-through graduation. Wat Zoe de volgende plannen zijn in haar carrière, zie je in het volgende item. Het feestje mag beginnen. Zoe is geslaagd. Zoe, gefeliciteerd. Dankjewel. Klaar met Atheneum, klaar met het VWO. Zoe, hoe blik je terug op de afgelopen 6 jaren hier op het Atheneum? Nou, het was heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. Toen ik hier kwam dacht ik 6 jaar, dat is echt heel lang. Maar het is heel snel gegaan. Alle jaren waren super leuk en ik hou echt van deze school en ik ga het echt heel erg missen. 6 jaren. Geen enkele keer blijven zitten? Nee. Alle jaren doorgegaan. Ik moet zeggen, de 4e klas was heel moeilijk. Er zijn zoveel vakken, maar het is gelukt, gelukkig. Maar dat was wel echt moeilijk. Vandaag, graduation day. Toen je moest opstaan voor je uitslag, was je zenuwachtig? Nou, eerlijk gezegd, niet echt. Ik kende mijn cijfers, ik wist hoe ik had gewerkt, dus ik wist dat ik het zou halen. Dus ik was niet echt nerveus, maar het was nog steeds een leuk gevoel. Zo, je hebt gesproken over 6 leuke jaren, maar je hebt ook 6 jaren met mooie cijfers gehad. Hoe heb je het kunnen combineren? Opletten in de klas, dat is heel erg belangrijk. Ook al moet ik zeggen, de eerste 3 jaar deed ik dat ook niet echt. Dat was het last minute nog op school studeren en zo. En dat was ook het leuke ervan. Maar de 5e en de 6e heb ik toch wel echt geprobeerd in de klas op te letten. Dat helpt heel erg. Dat hoef je thuis veel minder te doen. En ja, zo. 2020, COVID-19, de spelbreker van heel wat in Suriname en ook over de hele wereld. Het onderwijsproces was eigenlijk gestremd. Wat heb je gedaan in die maanden toen het onderwijsproces was onderbroken? Ik heb geprobeerd mijn focus te houden, want ik wist, ja, ik moet slagen. Het was eigenlijk een beetje onzeker. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Maar ja, door de COVID, ja, je motivatie wordt minder. Dus dat was wel lastig. Dus mijn cijfers zijn wel omlaag gegaan. Maar ja, we moeten het beste ervan maken. Wat was je hoogste cijfer? Een 9,3 voor Nederlands. Nederlands. En ja. Ik zag op je cijferlijst, je bent geslaagd met een 9. Voor welk vak? Voor Spaans. Si? Ja. Habla español? Ja. Habla español. En Sobi, wat is de volgende stap nu voor jou? Ik vertrek over een week naar Amsterdam. En dan ga ik daar een hbo-opleiding doen, creative business. Zo, fantastisch. En ik heb gezien dat de graduation op een andere manier is gegaan, heel creatief. Hoe zag jij je graduation eigenlijk toen het schooljaar begon? Nou, ik was heel erg excited. Ik kan niet wachten om mijn graduation te hebben. Ik wilde zoveel leuke dingen doen. Het feest hier op school, want elk jaar is er een 6e klassers feest. En ja, niets is doorgegaan. Het was wel echt heel erg jammer. Dus daarom proberen we nog steeds het beste ervan te maken. En het was toch wel leuk. Ze hebben het heel leuk gedaan met de drive-through graduation. Voor wat ze konden, hebben ze het echt goed gedaan. Zoe, ja, de weekrand. We hebben gepresenteerd het afgelopen jaar. Dan ga je me alleen laten. Ja, ik laat iemand van je achter. Ik laat iemand van je achter. Nou, Zoe, heel veel succes vanuit ons allemaal van ABC en de weekrand. En zet het op. We blijven je volgen daar in Amsterdam. Yes, is goed. Thank you. Heb je leuke jaren met ons gehad bij de weekrand? Zeker weten. Hey, Zoe, zo lobby. Zo lobby. Fotografen, zijn jullie klaar? Oké. Okay. Hey.